Nou, de eis is zo fors omdat sprake is van een gruwelijke moord. Er is iemand op een hele vreselijke wijze om het leven gebracht. Daarna is ook nog de woning waar het lichaam lag in de brand gestoken. Dus dat zijn zeer ernstige feiten en die vragen om een hele lange straf. Daarnaast is heel erg van belang dat wij het idee hebben dat er iets aan de hand is met de verdachte. Dat zij een stoornis heeft. Zij heeft niet willen meewerken aan onderzoek. Maar er zit zoveel in het dossier aan aanwijzingen dat er wel iets aan de hand is. Dat wij menen dat zij echt niet onbehandeld terug de maatschappij in mag. Daarbij wegen we ook mee dat zij eerder betrokken is geweest bij een misdrijf waarbij iemand ook op gruwelijke wijze om het leven is gebracht. Nou, al met al vinden wij dat ze echt niet onbehandeld terug de maatschappij in mag. En daarom vorderen wij TBS-maatregel met een lange gevangenisstraf. Mocht het Hof dat nou niet willen opleggen, dan vinden wij dat een levenslange gevangenisstraf aan de orde moet zijn om de maatschappij zo lang mogelijk tegen haar te beschermen.